Zondag en even mijn vrouwtje logeren. Gisteren natuurlijk buitenrit gedaan. Vandaag maar weer eventjes zonder belasting. Ja, eigenlijk heb ik er niet zoveel over te vertellen. We gaan logeren. Ja, jij? We gaan logeren. Inmiddels zijn we al een tijdje aan het logeren. Ja, het gaat wel lekker. Ze was heel stijf in het begin, dat wel. We hebben gisteren wel een lange buitenrit gedaan, maar voornamelijk gestapt. Dus ik weet ook niet precies. Ja, ik moet zeggen, ik heb de therapiedeken in de was. Haar wintertherapiedeken, dus misschien is dat het. Nu begint de beweging alweer te normaliseren. Hard getraind. En dan is het nu tijd om even lekker te rollen. Nou ja, hard getraind. Even lekker te lopen. Oma, zondagsrust. Kas, wat heb je gedaan? Kas! Kassie, wat heb je gedaan? Wat doe je toch, jongen? Dat is niet de bedoeling van een deken, lieve schat. Het is woensdagavond. We gaan vandaag dressuren met Tess. Net als elke dag wil ik eerst eventjes de ontspanning zoeken. En daarna kijken wat we daarna kunnen doen. Met als hoofddoel dat we steeds het dijken iets bevestiger krijgen. Ja, linkerbeen. Als je dus aan je linkerbeen wil, linkerhand wilt priemelen, geef dan linkerbeen. Want je wil links wat vragen, omdat de sterk niet aan links. Zo, zorg dan dat je met je linkerbeen daar haar zij wat meer activeert. Zo, soepel met je linkerhand. Goed zo, let op, je linkerhand is aan het piano spelen. Zo, ja. Heel goed. Ja, en de draf weer een keer verruimen. Ja, en weer terug. Langzaam licht rijden, terug op je zit. Als je wil remmen, doe je dat met rechts. Linker duim is weer naar beneden. Ja, goed zo. Zo, ja. Rechter voet is aan de been, rechter aan. Met je rechterhand. Goed zo. Daar. Niet alles in de mond erop willen lossen. Maar juist zorgen dat je zoveel met het lichaam zoveel werk geeft dat het lichaam ontspant. En daarom die hals ook ontspant. Dat eigenlijk je aan de teugel opkomt omdat je haar lichaam gebruikt. Niet omdat we alleen haar mond hoeven naar beneden. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, mooi. Mooi. Dus als jij op bewust van goed is, als jij bewust de bovenkant van je kuiten eraan hebt, ga je ook automatisch je been wat langer houden. Heel mooi, heel mooi. Ja, en als je toch weer een beetje aan de voorkant gaat rollen, kun je een klein beetje de draf wat verruimen. Dat kan nu, hè? Ja, goed zo. Goed zo. Oké, zo rechtuit. Eerst op x een volte 10 meter naar links en dan een volte 10 meter naar rechts. Heel bewust om je binnenbeen en de buitenschouder sturen. Ja, heel mooi. Heel mooi. Goed zo. Kijk waar je naartoe wilt, hè. Recht om je nieuwe binnenbeen. Mooi van been verwisselen. Ja, goed zo. Heel goed. En weer kijken. Waar wil je naartoe? En dan dus uit die buiging daarna meteen weer recht. Recht, recht. Denk aan je hand. Ja, goed zo. Heel goed, heel goed. Ja, ik wou het net zeggen. Zo, ja. En zorg dat die teugels dat het lange ringvingers zijn, hè? Zo, linkerhand mooi rechtop. Heel goed. Oké, Tess. Zo nog een keer aangaloperen. Maar kijk of je dat je eerst mooi door kan zitten. Eigenlijk net alsof je zonder zadel aan het rijden was van de week. Even je zadel wegdenken. Gewoon mooi doorzitten. Goed zo. Daar, ja. En jij probeert met je hand en die lossigheid dat bit ook zo stil mogelijk bij haar in de mond te leggen. Zo, ja, goed zo. Ja, heel mooi, heel mooi. Goed zo. Hop, linkerhand. Denk aan je linkerhand. Ja, ja, klein beetje kijken of ze... En naar voren, hè, naar voren. Overgang was mooi, maar niet voorwaarts genoeg, hè? Ja. Goed zo.
hem daar heel mooi bewust ertussen had, hè? En zorg ook dat je daar goed aan blijft denken. Dat je echt, dat je niet die teugels, dat dat niet een doorlopende arm is. Want die kan heel hard en heel strak. Maar dat dat een lange ringvinger is. Dat je hem echt tussen die kuiten en tussen die twee ringvingers houdt. Goed zo, hartstikke goed. Super. Oh. Ik weet niet heel erg van kerst houdt en verjaardag. Maar dat is gemist. Ah. Ik heb een cadeautje. Lekker. Het is niet het officiële cadeautje, want dat is ergens in de post. Toevallig heb ik net die van mezelf van de week kapot getrokken. Deze is natuurlijk de leukste. Hoeveel zullen er in mijn haar passen? Kijk, die past bij mijn outfit. Kijk. Kijk, oh, dan heb ik met mijn dekjes. Kijk. En een mooie zwarte. Ik heb zelfs in de zomer heb ik zo'n korte broek, precies dezelfde. Die ook al voor de zomer. Lijkt wel een pannenkoek. Zo, nou vast heel mooi is het. Ja. Super lief, Tess, dankjewel. Dankjewel, hier ga ik. Ik heb hier een heel mooi tasje, met dank aan Carine. Ik heb hier een klein envelopje dingetje zitten. Maar ik open. Tess, veel plezier met je. Oh. Tess, veel plezier van je trui. En een vrolijk kerstfeest. Groetjes, Carine. Ah, wat lief. Dan heb ik hierin iets heel leuks zitten. Tante, tante, tante. Oh. Oh, ik zie het goed. Dit is te leuk! Tadaa! Vandaag is het 24 december en gefeliciteerd Daniëlle Kok. Hartelijk gefeliciteerd! Eerste kerstdag 2020. Jazeker, toch aan het filmen. We wilden eigenlijk niet filmen, maar... We gaan met de paarden en de hond gaan we even wandelen. En buitenom. We gaan gewoon stoppen, maar Altwin die heeft een moordend tempo. En in dat morgen tempo kunnen de paarden heel prima wandelen. Maar ik heb daar wat moeite mee. Tess niet, die kan net zo hard wandelen. Dus op het paard is het makkelijker. En de paarden moeten natuurlijk gewoon naar buiten. Dus dat is sowieso fijn. En we gaan alleen maar stappen. We kunnen altijd natuurlijk niet over de pony trail. Laat hard gaan. Even weer naar kijken. Dan gaan jullie piepen. Kom maar. Afzadelen. Gaan we naar huis voor de kerstlunch. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik wens jullie hele fijne dagen. Die hebben jullie inmiddels gehad. Maar wel alvast een gelukkig nieuwjaar. En tot volgende week. Doeg!